Hallo, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Afke van Welbergen en ik werk bij Stichting Accessibility. In deze videoreeks neem ik je mee in hoe je inclusief gebruikersonderzoek uitvoert en waarom dit eigenlijk belangrijk is. Vandaag staat centraal het waarom. Gebruikersonderzoek, UX-design, inclusief ontwerp, het zijn vaak termen, vaak termen die genoemd worden binnen de overheid. Maar wat is het nou precies en waarom moet je dit nou eigenlijk toepassen? Nou, ik neem jullie graag mee in een voorbeeld. Gebruikersonderzoek is iets wat je doet om de beleving en ervaring van verschillende mensen in kaart te brengen. Uh, als ik bijvoorbeeld naar het theater wil of een dagje weg, dan ga ik online naar de website van het theater of van de stad Schouwburg. Ik klik hoeveel kaartjes ik wil en dat gaat heel makkelijk. Maar dit is niet voor iedereen het geval. Maar dat is bij veel websites niet het geval. Daar loopt Sander tegen aan als hij bijvoorbeeld een concertkaartje probeert te boeken via Ticketmaster. Hier staan een aantal keer vrije plaatskeuze onder elkaar, waarvan ik dus geen idee heb waar je dan dus uiteindelijk de keuze voor maakt. En daaronder staan twee klikbare dingen, die dus allebei geen label hebben. Dus je hebt geen idee of dat dan vorige of volgende uh, uh, dingetje is. Loop echt helemaal vast. Klik maar op die Nee, ik kom niet verder. Uiteindelijk moet hij vaak telefonisch om hulp vragen. Wil hij naar een concert of een voorstelling kunnen? Ik zit daar wel eens bijna huilend of, of, of woedend bij mijn telefoon. Ik denk van waarom, waarom werkt dit nou niet? Of waarom zit je nu weer zo lang in de wacht? En nou ja, die wachtmuziekjes zijn nou ook niet echt dat je denkt, daar worden we vrolijk van. Dus ja, ik raak weleens eens ontmoedigd. Zoals je kon zien, is Sander iemand die eigenlijk niet zo gemakkelijk een kaartje kan kopen online. En dit heeft ook echt impact op zijn beleving en ervaring van het theaterbezoek al helemaal aan het begin. Helaas is dit niet het enige voorbeeld van ontoegankelijkheid en eigenlijk het zijn van niet-gebruiksvriendelijk van producten of diensten in de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan fysieke omstandigheden zoals het, het gaan in een trein, maar ook aan andere digitale omstandigheden zoals het niet toegankelijk zijn van overheidswebsites. Maar het gaat ook over begrijpelijkheid, bijvoorbeeld financiële brieven voor jongeren of het stemmen per post eh, als het gaat om stemmen voor de verkiezingen. Dit zijn een aantal voorbeelden die weergeven dat ontoegankelijkheid en het niet zijn van gebruiksvriendelijk uh, veel impact hebben in onze maatschappij. Er nou zijn er natuurlijk veel richtlijnen om dit uh, in de basis goed te regelen. Zowel nationaal als internationaal zijn er verschillende richtlijnen die deze technische toegankelijkheid bewerkstelligen. Denk bijvoorbeeld aan de WCAG-richtlijnen, de Web Content Accessibility Guidelines. De integrale toegankelijkheidsstandaard of het NEN-bouwbesluit. Bijvoorbeeld, in de WCAG-richtlijnen zit gevat dat een video altijd moet voorzien moet zijn van ondertiteling en dat er juiste labels moeten toegepast worden op een website. En De Integrale toegankelijkheidsstandaard gaat meer over de fysieke toegankelijkheid, bijvoorbeeld de breedte van een deur of de hoogte van een drempel. Deze standaarden zorgen voor een goede basis van technische toegankelijkheid. Maar dit is niet uh, per se de beleving of ervaring van een gebruiker. Nou, dat wil ik graag uh, toelichten met een voorbeeld. Um, hier zie je een bordje wat geplaatst is in een botanische tuin ergens in, volgens mij, Spanje. Het is een foto van een bordje wat mijn collega toestuurde toen hij daar was. En hij zei: Nou, dit is typisch een voorbeeld van toegankelijkheid versus gebruiksvriendelijkheid. Wat is hier precies aan de hand? Het is een bordje in een botanische tuin. Je kan je voorstellen dat een botanische tuin een prettige plek is om naartoe te gaan als je een visuele beperking hebt. Want je kan er prettig rondlopen, je kan de planten ruiken, je kan de planten voelen. Dus zo is het voor iedereen een leuk uitje, ongeacht wel of niet een visuele beperking. Deze botanische tuin heeft daarom ook bij de bordjes braille aangebracht. Dat is een manier hoe mensen die blind zijn kunnen lezen. Dus zij kunnen niet de tekst lezen die op dit bordje staat, maar met behulp van braille kunnen zij dat wel. Uh, echter, uh, nu kan je natuurlijk denken, nou top, goede situatie, bordjes, braille. Iemand die blind is kan hier ook uh, lezen welke, om welke plant het hier gaat. Maar dit is de werkelijke situatie. Nou, zoals je kan zien, is dit bordje geplaatst in een heel groot veld van bladeren. En is het eigenlijk praktisch onmogelijk om dit bordje uiteindelijk te voelen. Je kan hier zien dat hij er echt is nagedacht voor de eindgebruiker, maar niet met de eindgebruiker. Dus iemand die blind is, zal waarschijnlijk niet betrokken zijn geweest in het hele ontwerpproces. Want dan had iemand waarschijnlijk wel gezegd. Nou, dit is voor mij niet zo handig. Dus er is met goede bedoelingen nagedacht over de toegankelijkheid, namelijk het. Aanbrengen van bruien op de bordjes, maar niet echt over de ervaring en de gebruiksvriendelijkheid, dus de beleving ervan in de context waarin het dan daadwerkelijk wordt gebruikt. Nou ja, inhoud en ervaring gaan hand in hand. Dus je moet niet zomaar die technische richtlijnen links laten liggen. Zeker niet. Wij zeggen altijd, neem de inhoudskennis... dus die kennis over technische toegankelijkheid, de WCAG-richtlijnen bijvoorbeeld... en neem die samen met ervaringskennis. Dus doe gebruikersonderzoek, ga praten met de eindgebruiker... want dat tezamen zorgt voor echt een goede toegankelijkheid... ook begrijpelijkheid en zeker gebruiksvriendelijkheid. Ook als organisatie heb je daarnaast een verantwoordelijkheid. Want met een eenmalig onderzoek op technische toegankelijkheid of gebruiksvriendelijkheid ben je er niet. Dus je zal het echt moeten borgen in je processen, moeten borgen qua kennis, maar bijvoorbeeld ook in je strategie. Daar gaan we vandaag niet verder op in, maar wel op die ervaringskennis. Eén gebruikersonderzoek, zoals ik net al zei, is niet voldoende. Dat geeft vaak wel inzicht in waar je staat, maar is niet echt een optimale aanpassing uiteindelijk in de hele productontwikkeling of dienstontwikkeling. Het is daarom ook belangrijk om te kijken naar het hele ontwerpproces. Inclusief ontwerp dus. Uh, nou, we hebben daar een bepaalde definitie bij en die wil ik graag uh, voorlezen, jullie daarin meenemen en we gaan hem in stukjes ontleden. Dus wat is inclusief ontwerp nou? nou? Inclusief ontwerp is dat je in elke fase van het ontwerpproces met een zo divers mogelijke groep eindgebruikers samenwerkt, ten behoeve van een zo inclusief mogelijke product of dienstverlening. Uh, wat bedoelen we nou precies met elke fase van het ontwerpproces? Nou ja, er zijn waarschijnlijk bij jullie in de organisatie of bij jou als team is er al een ontwerpproces gaande. Je kan bijvoorbeeld denken aan het diamond model. het dubbele diamantmodel, die bestaat uit een ontdekfase, een definierfase, een ontwikkelfase en een opleverfase. Um, dat is een voorbeeld van een ontwerpproces. Maar het kan ook zijn dat jouw ontwerpproces bij jullie organisatie meer gaat over uh, design thinking of Lean UX. Dat is een nog complexer ontwerpproces. Um, we gaan niet helemaal in op hoe een ontwerpproces eruit zou kunnen zien en welke fases ze precies zouden kunnen zijn. Want die zijn waarschijnlijk dus altijd een beetje anders. Maar het gaat er vooral om dat je in elke fase de eindgebruiker daarbij betrekt. Nu denk je misschien, nou dat klinkt wel heel groot, zo'n ontwerpproces hebben we niet, maar een ontwerpproces kan eigenlijk ook heel klein zijn. Daarvoor wil ik jullie graag weer meenemen in een voorbeeld. Ik kom oorspronkelijk uit Zwolle en in Zwolle zit een stadsbakker en ik las een artikel over de ontwikkeling van een uh, mueslireep, een reep uh, voor wielrenners. Wat is er nou precies gebeurd? Uh, er kwam een wielrenner bij een bakker. Het is geen mop, maar wel een echt verhaal. Uh, en die vroeg, hebben jullie ook bepaalde mueslirepen? Uh, Specifieke energierepen voor het fietsen. Nou, de bakker zei, dat heb ik niet. Maar wat zou je willen? Dus de bakker is in eerste instantie zich gaan verdiepen in de eindgebruiker. In dit geval een wielrenner. Uh, en hij heeft eens gevraagd, en wat zou je nou willen? Nou, als is samen met een groep... Beelrenners ook aan de slag gegaan met nou, wat er dan mogelijkheden zijn. Ze zijn het dus gaan ontwikkelen samen. Ze zijn het samen gaan testen. Ik kan me voorstellen dat er een hele tafel met mogelijkheden was eh, die ze hebben geproefd, maar ook hebben gekeken van wat doet dat nou precies in je bloed. Dus echt elke keer met die eindgebruiker. Nou, en toen zijn ze het daadwerkelijk gaan opleveren en ik denk ook wel doorontwikkelen. Dus uiteindelijk was die reper, eh, maar misschien kwamen er daarna wel nog nieuwe versies. Dat heeft die bakker niet allemaal zelf bedacht. Voor de eindgebruiker, maar elke keer met de eindgebruiker, met de wielrenner. Dus dit is een voorbeeld van hoe een ontwerpproces ook in het klein zich af kan spelen. Je kan bijvoorbeeld ook denken aan een mailtje wat je typt, die je eens voorlegt aan iemand die je wil bereiken. Of een nieuwsbrief. Dus het hoeft altijd, niet altijd helemaal te gaan om een gehele product of dienstontwikkeling. Het is wel belangrijk dat je de eindgebruiker betrekt in elke fase. Anders krijg je dit soort situaties, uh, waarbij je kan zien dat de eindgebruiker te laat is betrokken. Want dat zie je vaak, dat de eindgebruiker pas wordt betrokken bij het testen. Nou, en uh, om even de voorbeelden die op deze slide zijn uh, nog verder uit te lichten. Aan de linkerkant zie je een trap. En op die trap uh, zie je iemand met een rolstoel naar beneden gaan op een soort van ja, toegevoegde plaat die over de trap is gelegd. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik zou me niet heel veilig voelen als ik hier op dit moment met een rolstoel uh, vanaf zou moeten gaan. Uh, het is typisch iets waarbij je kan zien dat er eerst die trap was en dat ze toen achteraf hebben gedacht, oei, we moeten misschien ook wel iets doen voor iemand die in een rolstoel zit. Datzelfde geldt bijvoorbeeld bij andere fysieke situaties, waarbij een gebouw er al staat, je ja, erachter komt dat iemand die een bezoeker is in een rolstoel en die ook een leuk dagje uit wil hebben, eigenlijk helemaal niet door het glas kan kijken van de dierentuin. Erg vervelend lijkt me als je een leuk dagje uit bent met je gezin, maar het dus niet voor iedereen zo leuk blijkt te zijn in de praktijk. Um, in dit geval staat dus een trapper al of staat een gebouw er al en kan je het niet zo makkelijk meer aanpassen. En dat is bij een website eigenlijk niet anders. Als je een website al helemaal hebt gebouwd, dan heb je al heel veel geld erin zitten. En als je het achteraf moet aanpassen, dan kan dat best wel lastig zijn. Aan de rechterkant staat nog een ander voorbeeld. Dat gaat over poststemmen. Een aantal jaren geleden uh, zaten we in de coronatijd. En toen um, konden de personen die een mindere gezondheid hadden ook per post stemmen. Nou, dit was voor bijvoorbeeld voor ouderen een uitkomst. Omdat zij dan niet uh, zelf fysiek ergens naartoe hoefden. Maar dat zij vanuit huis konden stemmen voor wie zij, uh, in de, nou, wie zij wouden kiezen in de verkiezingen. Um, daarvoor is dus het poststemmen bedacht. Uh, en in het artikel kan je lezen dat ze dat hebben getest. Um, ze hebben een klein experiment gedaan en uit dat experiment bleek eigenlijk al dat het niet helemaal optimaal ging. Dus terwijl mensen dachten dat ze het goed hadden gedaan, bleek achteraf dat ze het niet goed deden. Er moest namelijk een envelop in een envelop en je kan je voorstellen dat dat nogal tegenstrijdig voelt. Nou, en het hele jammer hieraan was is dat. Um, het eigenlijk al bij de drukker lag. Dus ze konden niet zoveel meer eraan doen. Het enige wat ze konden doen is de communicatie eromheen aanpassen. Uh, en een aantal weken later bleek dus ook dat in het daadwerkelijke poststemmen, dus bij de daadwerkelijke verkiezingen, er ook van alles misging. En nou kan je denken, dat had je dus al kunnen weten vanuit het experiment, maar eigenlijk was het experiment op zich al te laat omdat het al bij de drukker lag. Dus zo kan je zien dat je niet... In de, uh, aan het begin of niet pas aan het einde uh, de gebruiker moet betrekken, maar juist dus al vanaf het begin. Nou, even alles samengevat neem ik jullie nog even mee in de belangrijkste punten van deze video. Um, zorg ervoor dat je naast toegankelijkheid dus echt die gebruiksvriendelijkheid integreert in jouw organisatie of in jouw team, uh, want dat alleen zorgt voor de juiste context waarin iets wordt gebruikt. En het in kaart brengen van de beleving en ervaring. Um, zorg daarna, er, daarnaast ervoor dat je dus ervaringskennis niet uh, alleen maar naar boven probeert te krijgen met één onderzoek, maar toepast in je gehele ontwerpproces en vooral ook in elke fase. Want uiteindelijk zorgt dat ervoor dat we echt inclusieve producten en diensten krijgen in Nederland en misschien ook wel wereldwijd. Bedankt voor jullie aandacht.